Yo kijkers van Twinity, mijn naam is Jon, welkom bij een gloednieuwe video. We gaan vandaag hebben over de slechtste transfers in het hele voetbal ooit. En daarmee hebben we het gewoon echt over alle tijden ooit. Ik heb gewoon een paar uitgekozen die eigenlijk wel een beetje heel recent zijn. Ik heb expres geen Eredivisie transfers gemaakt, erbij gezet. Als jullie namelijk graag willen dat ik een video maak waar ik de slechtste Eredivisie transfers ooit bespreek, dan wil ik op deze video graag 1500 blauwe duimpjes omhoog. En dan maak ik een transfervideo over de slechtste Eredivisie transfers ooit. Zo een blauwpje omhoog als je dat graag wil. Verder zit ook een giveaway in deze video. Je kan namelijk 20k winnen als je in de eerste 5 minuten van deze video het geheime getal ergens in beeld ziet staan en dat reageert hier in de comments. De eerste die dat doet, alleen de eerste wint 20k. Je moet al je Instagram erbij zetten, anders weet je natuurlijk niet hoe ik je moet contacten. Zoals jullie zelf ook weten zijn er heel veel slechte transfers gebeurd en daarom gaan we het vandaag heel erg hebben. Bijna op zullen FIFA coins gaan en vooral FIFA coins. Maak punten en dan voel ik ook de twin in voor een extra 5% korting bovenop je aankoop. En let's go! Laten we meteen beginnen met eentje die eigenlijk iedereen wel weet, namelijk Radamel Falcao. Een best wel prima speler nu, daarom bespreek ik hem juist ook. Hij is eigenlijk al vanaf 2013 onder contract bij Monaco, maar Monaco heeft hem steeds uitgeleend aan andere clubs, wat ik zelf eigenlijk niet heel erg goed begrijp. Ze hebben zo een jaar uitgeleend aan Manchester United en dat vind ik een van de slechtste transfers als het ware ooit. Want hij heeft 26 wedstrijden gespeeld bij United en heeft maar 4 keer gescoord als een spits zijnde. Dat is gewoon super slecht. Seizoen daarna is hij uitgeleend naar Chelsea, daar heeft hij maar 10 keer gespeeld en maar 1 keer gescoord. Zoals jullie zelf ook weten, speelt hij bij Monaco, heeft hij geloof ik al 2 of 3 in fonds gepakt. En als hij nu 2 heeft, dan pakt hij waarschijnlijk wel zijn derde binnenkort. Bij Monaco speelt hij super goed. 39 wedstrijden, 27 doelpunten. En hij moet daar gewoon blijven. Hij moet gewoon daar zich nog beter gaan ontwikkelen. Hij is toch al 31 jaar oud. Dus hoe lang hij daar nog kan spelen, denk ik 5 jaar of zo. Hij moet gewoon lekker bij Monaco blijven. Verdient hij ook veel geld. Monaco natuurlijk een club die overgekocht is door een of andere sheik uit China. Dus ik zou zeggen, Falcao, blijf gewoon lekker bij Monaco. Wordt niet uitgeleend aan een club zoals Manchester of Chelsea. Want dat niveau in de Premier League kan je gewoon niet aan. In Frankrijk kan hij dus wel makkelijk neervoetballen. De tweede speler is ook eentje die echt super slecht was. Dat is namelijk Andy Carroll. Die van Newcastle United naar Liverpool ging. Ik geloof zelfs voor 50 miljoen pond. En dat is niet normaal. Want hij heeft bij Liverpool 44 wedstrijden gespeeld. En hij heeft maar 6 keer gescoord. Wat gewoon super slecht is. Bij Newcastle speelde hij 80 keer en scoorde hij 31 keer. Daarbij scoorde hij van die 31 doelpunten vooral in zijn laatste jaar daar heel erg veel. Dus daarom, ja, dacht Liverpool dat ze hem wel konden kopen. Maar hij was super slecht bij Liverpool. En is daarna meteen weer weggegaan naar West Ham United. Waar hij op zich wel redelijk deed. 68 wedstrijden, 20 doelpunten. Wat nog steeds niet heel erg goed is van spits. Maar goed, Andy Carroll is natuurlijk niet een hele goede voetballer. En dan voor zo'n groot bedrag dat Liverpool heeft betaald. Ja, dat is gewoon echt jammer. Maar ja, ze hebben wel geluk gehad Liverpool. Want met dezelfde tijd dat ze Carroll haalden, haalden ze ook Luis Suarez. Wat eigenlijk gewoon een van de betere aankopen was van deze eeuw tot nu toe voor Liverpool sowieso. En de volgende speler weten we allemaal wel. Dit is misschien de slechtste transfer ooit gebeurd. Namelijk Fernando Torres. Speelde prima bij Atletico Madrid toen hij begon met zijn carrière. Vervolgens bij Liverpool speelde hij ook goed. Daarna maakte hij een transfer naar Chelsea en daar heeft hij het helemaal verprutst. Hij speelde bij Chelsea 110 wedstrijden en heeft maar 20 keer gescoord. Terwijl hij bij de andere clubs gewoon 100 wedstrijden speelde en 65 keer gescoord had. En bij Atletico 210 wedstrijden en 82 keer scoorde. Dus bij Chelsea heeft hij het zo slecht gedaan wat gewoon echt heel jammer was. Chelsea betaalde ook 50 miljoen pond voor Fernando Torres en hij heeft maar 20 keer gescoord in 3 of zelfs 4 seizoenen. En daarna is hij meteen weggegaan naar AC Milan, waar hij geen enkele wedstrijd gespeeld heeft. En nu speelt hij bij Atletico Madrid, waar hij op zich al redelijk gespeeld. Of ja, redelijk. Hij heeft 16 keer gespeeld, 4 keer gescoord. Vorige seizoenen 49 keer gespeeld en 14 keer gescoord. Maar toch speelt hij beter dan dat hij dat bij Chelsea deed. En je ziet hem ook wel een beetje beter worden op zich. Maar goed, hij was een heel groot talent, zeiden heel veel mensen vroeger. En hij is al 32 jaar oud, dus een beetje beter worden heeft niet heel veel zin. Want dat is natuurlijk nu geen talent meer. En hij heeft eigenlijk zijn carrière helemaal verprutst in zijn tijd bij Chelsea. Want hij was op zich bij Liverpool een hele belangrijke speler. Easy go. De volgende transfer was ook heel erg jammer. Je zag namelijk een bepaalde speler, namelijk Angel Di Maria, bij Real Madrid zijn laatste paar seizoenen heel erg opbloeien. En hij werd ook wel onderdeel van de selectie. Maar toch kwam hij net niet aan die basis toe. Of net wel, weet je wel. Hij kon niet altijd spelen. Dat wilde hij wel heel erg graag. Of hij speelde in principe bijna altijd. Natuurlijk een Gareth Bale ook nog. Ronaldo, weet je wel. Hij had Benzema in de spits. Dus hij
Ja, hij wilde gewoon wat anders, denk ik dan. Hij ging namelijk met Manchester United toe. Hij speelde daar 27 keer, scoorde 3 keer. Hij, op de een of andere vreemde manier speelde hij opeens op de aanvallende middenvelderpositie. Terwijl hij bij Real Madrid vooral op de rechterflank speelde. Ook soms op de cam. Maar bij Manchester was hij gewoon niet zoals hij bij Real was. En hij speelde wel veel, maar hij speelde gewoon niet goed. Hij is vervolgens naar Paris Saint-Germain gegaan, waar hij eigenlijk het tot nu toe best wel goed doet. 49 keer gespeeld en 12 keer gescoord. Ik geloof dat hij ook wel meer naar voren geduwd is nu weer in plaats van bij Manchester United, waar hij gewoon een soort van middenvelder was, waar ze daar al Rooney hebben, die eigenlijk altijd daar staat. En dan met Di Maria erbij, het werkte gewoon niet. Een hele slechte transfer, waar ik veel te veel voor betaald is. Namelijk 60 miljoen pond, dat is gewoon belachelijk. Eigenlijk allemaal weggegooid geld, want een jaar daarna is hij weer verkocht voor 44 miljoen pond aan Paris Saint-Germain. Dus heeft Manchester United gewoon bijna 15 miljoen pond verloren. Ja, ze hebben natuurlijk genoeg gehaald aan iedereen, maar ze staan wel echt in de schulden. Is it going? De volgende speler weten we ook al allemaal, nog heel recent natuurlijk, Mario Balotelli. Die eigenlijk vroeger een van de spelers was die iedereen zei, dit wordt echt gewoon de nieuwe wereldtopper. Dit wordt een van de beste spelers van de wereld. Dat wordt ja, gewoon een hele belangrijke voetballer. Hij heeft het ook heel goed gedaan, dus bij Inter, bij Manchester City, speelde hij al eigenlijk iets minder. Heeft hij een goede tijd gehad, maar wachtte hij heel snel af. Omdat hij gewoon geen doorzettingsvermogen had. En zichzelf veel te goed voelde en alles. Daarna ging hij naar Milaan toe. Speelde hij ook super slecht. Maar ik denk dat zijn zwaktepunt, zijn extra slechtste punt van de carrière, is zijn transfer naar Liverpool. Daar was hij zo slecht. 16 wedstrijden, 1 keer gescoord. Maar bij Manchester City heeft hij ook zijn laatste seizoenen gewoon echt verprutst. Dus ik denk dat zijn transfers naar Manchester City en naar Liverpool gewoon echt heel slecht waren. Ik heb in Nice heeft hij 13 keer gespeeld, 9 keer gescoord. Alleen bij Nice zijn ze ook niet tevreden over hem, omdat hij veel te snel zijn kop laat hangen en omdat hij totaal geen doorzettingsvermogen heeft. Dus ja, wat is Mario Balotelli zijn slechtste transfer, die naar Liverpool of die naar City? Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk dat hij bij City echt begonnen heeft met zijn carrière heel erg te verprutsen. Dus dat kan je wel misschien als het belangrijkste noemen. Hij moet gewoon bij Nice blijven en daar gewoon lekker spelen. Want dat doet hij op zich best wel prima als ze tenminste tevreden met hem blijven. Hij was natuurlijk bijna naar Ajax zoeken gaan, zeiden heel veel mensen. Dat zou echt een hele slechte transfer zijn. Want ja, ik bedoel, wat moet hij in de Eredivisie? Dan gaat hij eigenlijk zich veel te goed voelen. Dat moet hij gewoon niet doen. Easy go. Deze transfer was natuurlijk ook gewoon heel erg jammer. Memphis Depay die bij PSV super goed speelde, 90 wedstrijden en 40 doelpunten. Hij maakte een transfer naar Manchester United toe die echt heel slecht was. Ik geloof zelfs voor 25 miljoen pond. En ja, bij Manchester United speelde hij een heel seizoen 33 wedstrijden in totaal. En hij scoorde maar 2 keer. Hij heeft vervolgens nu zijn transfer gemaakt in de Olympique Lyon. En daar heeft hij 4 keer gespeeld. En maakte onlangs zijn eerste doelpunt. Alhoewel hij in de eerste wedstrijd of in de tweede wedstrijd die hij speelde meteen een 2 als gemiddelde kreeg. En dat is natuurlijk heel erg slecht. Ja, kijk, je hebt vaker spelers die bij een eerste club, zoals je dan PSV, supergoed spelen. En dan vervolgens heel erg afzwakken. Memphis Depay wordt ook gezien als een van de grootste talenten van de voetbalwereld. Maar hij heeft nu echt gewoon helemaal verprutst. Helaas. Bij Meijers elftal deed hij natuurlijk ook heel erg goed. En ook nu speelt hij daar ook bijna niet meer. Heel erg jammer dat hij zo zijn carrière eigenlijk in het diepe heeft gegooid. Hij is natuurlijk pas 22, dus je weet hem maar nooit. Misschien speelt hij dan bij Olympique Lyon heel erg goed met Lacazette samen. En kunnen ze, misschien Memphis Depay onnooit terughalen. Want Manchester United heeft dat namelijk gezegd. Dat als Memphis Depay heel erg goed speelt bij Olympique Lyon, dat ze hem best wel terug willen. Maar nu nog niet, omdat hij nu gewoon nog niet goed genoeg is. En je hebt Martial die nu weer terug is van zijn blessure. De eerste wedstrijd wel super goed heeft gespeeld. Waarschijnlijk in vorm pakt, die ook op links speelt. Dus bij Manchester United kan die gewoon niet mee. Dan heb je Paul Pogba, Ibrahimovic, je kan die gewoon niet meedraaien. Wat ook heel erg logisch is. Bij Olympique Lyon is het niveau natuurlijk nog wat lager. En dan kan die waarschijnlijk wel gewoon lekker in de selectie meespelen en meedraaien. Anders zou je dan niet gekocht worden natuurlijk. Easy go. En de laatste speler is misschien ietsje ouder. Dat is namelijk in 2009 was deze gebeurd. Ja, of je dit een hele slechte transfer kon noemen. Kijk, ik verwacht daar niet heel erg veel van. Ik was natuurlijk heel erg jong toen. Maar ik denk dat als ik dat nu in deze leeftijd had gezien, had ik er niet veel van verwacht. Klaas-Jan Huntelaar, die vanaf Ajax naar Real Madrid ging. Een hele vreemde transfer, dat klopt. Sowieso heeft Huntelaar een hele vreemde carrière gehad. Ging namelijk van PSV naar Heerenveen naar Ajax, wat ook heel vreemd is. Vervolgens naar Real Madrid, maar hij heeft daar 20 wedstrijden gespeeld. Eén seizoen maar en heeft 8 keer gescoord. Ja kijk, Huntelaar is echt een spits die gewoon voor het doel staat. En als er een balletje komt, dan scoort, probeert hij. Ja kijk, hij is echt gewoon een spits die alleen maar bij het doel staat. Hij speelt niet heel erg veel mee, dat zo is Huntelaar. Echt gewoon iemand die heel tijd in de 16 hangt, dat weet je zelf ook wel. Maar goed, zijn transfer naar Real Madrid zie ik als een van de allerslechtste transfers ooit. Of in dat lijstje dan. Het is niet een hele slechte transfer, ik heb nog altijd 8 keer gescoord in 20 wedstrijden. Maar toch heeft Real Madrid, dan naar mijn mening, veel te veel geld voor betaald. En volgens bij AC Milan heeft hij 2 jaar gespeeld en heeft hij ook maar 25 keer
in de basis gestaan, heeft hij maar 7 keer gescoord. Dus ook daar heeft hij eigenlijk gewoon geen goede transfer gehad, helaas. Wel een goede speler bij Ajax, absoluut. Nee, 92 keer gespeeld en 76 keer gescoord. Volgens bij Schalke is hij ook gewoon een hele belangrijke speler geweest. Waar hij 166 keer heeft gespeeld en 81 keer heeft gescoord. Dus dat doet hij wel heel goed. In Nederlands elftal heeft hij 76 keer gespeeld en 42 keer gescoord. Dus dat doet hij ook heel goed. Maar gewoon op het hoogste niveau, dat zie je bij heel veel spelers van deze, van dit lijstje. Eigenlijk bij bijna iedereen. Ze vallen toch af. Je ziet Memphis Depay, je ziet Falcao, je ziet Fernando Torres. Als je in de BPL komt, dat is gewoon een hele andere competitie. En dan is het heel anders om mee te spelen. Kijk, je komt van een competitie als de Eredivisie af, zoals Memphis Depay dan. Maar je gewoon de allerbeste bent. Dan kom je in de Premier League, dan ben je niet meer de beste. Dan moet je gewoon op een andere manier meevoetballen. En dat is hun gewoon niet gelukt. Want voor Memphis Depay, ja, hij maakte weet ik hoeveel acties in de Eredivisie waarmee hij die slappe kleine verdedigers van de slechte Eredivisie clubs zomaar uitspeelde. Als je nu tegen spelers als Azpilicueta of weet ik veel wie komt of Smalling, dan kan je die niet zomaar uittikken en naar binnen rennen. Dat kan gewoon niet. Dus ja, ik denk dat die daarom al die transfers eigenlijk gewoon helemaal mislukt zijn. Best jammer, want natuurlijk hele leuke voetballers. Als ze in Nederland gewoon allemaal heel goed ontwikkeld waren in het buitenland, dan hadden ze zomaar bij de wereldtop kunnen horen. Maar goed, dat is allemaal niet gelukt. De enige die het eigenlijk wel gelukt is natuurlijk in deze generatie is Arjen Robben, Van Persie misschien nog een, ja, vroeger natuurlijk, Sneijder, dat soort spelers. Maar echt een nieuwe generatie spelers is er op dit moment niet. We hebben heel veel spelers voetballen bij subtopclubs zoals Wolfsburg, Bazoer die daar nu naartoe gaat. Talentjes dan, wat we nu talenten noemen. Depay, en dat moet het eigenlijk worden voor Nederland. We hebben natuurlijk wel heel veel talenten, maar ja, als die allemaal afzwakken na een bepaalde tijd, heb je er nog niet veel aan. Easy go. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Allemaal een blijf omhoog heb ik gedaan. Nogmaals, bij de 1500 blijf omhoog maak ik een video waar ik de slechtste Eredivisie transfers ga bespreken in alle tijden ooit. En ik weet er al heel veel. Laten we het hebben over Afolai. Maar die ging weg van de Eredivisie. Die telt niet mee. Soleimani misschien. Soleimani was geen goede transfer. Dat soort dingen, jongens. Hopelijk kunnen jullie het graag zien. 1500 blijfjes omhoog. Hopelijk heb je al gesubscribed, Trinity. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer weer. Boy en Sex is altijd later. En oh ja, maandag livestream. Morgen. Kom kijken. Joe.